Goedemorgen, het is voor mij vandaag vrijdag en ik ben inmiddels lekker aangekleed. Ik ben gedoucht. Het is 8:30, ik ben om 7:00 opgegaan. Ik heb nog een paar dingen geregeld, daarna ben ik lekker gaan douchen. En ja, nu ben ik dus helemaal klaar. Ik heb dit off-the-shoulder topje aan van... waar deze eigenlijk vandaan? Ik denk C&A. Ze hebben ook wel heel erg lang. Dus die heb ik aan vandaag. Hij wordt iets hoger, zodat die mouwen een beetje strak staan. En dan heb ik deze blauwe broek aan van de C&A. Deze komt wel bij C&A. En dan heb ik een bommes aan, bij witte. Dus dat is mijn outfit. En dan heb ik dit kettingje aan met een klein diamantje. En gewoon allebei mijn oorbellen van My Jewelry. En dat is het. Ik doe ook lekker geen make-up op vandaag. Alleen mijn wenkbrauw zo een beetje. En dan een lippenbalsem. Voor de rest lekker helemaal niks. Het zonnetje schijnt weer goed buiten. Zoals je hier tussendoor kan zien. Ik laat hem nog even dicht, want anders zijn we allemaal overbelicht. Er staan vandaag een paar dingen op de planning. Allereerst ga ik zo meteen... Ik ga jullie even neerzetten. Allereerst ga ik zo meteen eventjes Bestflex bellen om te vertellen dat ik daar stop. Als je twee vlogs terug hebt gekeken, dan heb je kunnen weten dat ik heb gesolliciteerd voor duurzorg. Dat is ook een uitzendbureau. Ik kan me net even iets meer bieden, maar het is dus wel zo dat hun Bestflex kan mij minder bieden. Dus ik ga liever voor duurzorg, alleen moet ik dan wel ontslag nemen met Bestflex. Dus dat ga ik zo even doen. De camera is leeg, dus die laat ik op. Dus ik ben bij jullie terug als die is opgeladen. En als de ontslag is geregeld. Het is heel raar. Ik werk er net een maand. Ik heb er 8 uur gewerkt, meer niet. Maar het werkt gewoon niet echt. Maar goed, in ieder geval, ik ga de camera opladen. Oké, de vlog van Julia is online. Het is 12 uur. Ik heb hem net al stiekem gekeken. Ik kon niet wachten, maar kijk jongens. De intro zit er gewoon in. Ik ga hem opnieuw opstarten. Kijk! Laat even weten of je wel eens mijn oude video's kijkt. En we zijn in het studentenhuis. Let op! Tada! Dit is zo vet! En hier, even kijken. Hier ergens. Voor jou, Tigo. Dus haar eventjes geknipt. De hele outfit. Dus zij... Oh, hier. Oh my god, heb je nou nog steeds dat intro? Verander je intro eens. Nou, ik kan dat zelf niet. Dus ik had net op mijn Instagram gezet van ja, is er iemand die het leuk lijkt om een intro van mij te maken? Dus er waren een paar mensen die hadden gereageerd. En nu is een van mij bezig met een intro. En het ziet er echt best wel leuk uit, maar dan heb ik nog een paar dingen die ik erin zou willen. Maar ik ga zelf even proberen een nieuwe banner te maken. Dat ik erin zet van elke ochtend 12 uur een nieuwe Daily Julia of iets. Hoe gaaf jongens, hoe gaaf! Mijn intro zit gewoon in haar video's. En dat is super gaaf om nu te zien. En oh jongens, ik vind het zo vet. Ik ga even in de comments op haar video reageren van joh, bekende intro. Hopelijk ben je er blij mee. Super tof. Echt heel erg leuk om dit te zien. Zijn er mensen die hebben gereageerd? Wat een leuke intro. Komt me bekend voor. Die was weer een super leuke vlog. Liefs. Reageren. Het is echt super leuk om te zien. Heel erg top. Natuurlijk ga ik de video liken, want mijn intro zit er gewoon in. Super leuk. Heel erg leuk. Staan er verder nog dingen bij? Nee, superleuk. Echt, ik vond het zo tof dat ze me genoemd heeft. Tenminste, de intro heeft gebruikt en wel heeft benoemd dat iemand een intro heeft gemaakt voor haar. Dat ben ik. Ik ben er heel erg blij mee. Ik heb ook expres gereageerd in de hoop
dat er mensen dit zien en misschien mensen ook een intro willen. Want ik vind het gewoon heel erg leuk om te editen. Ik heb trouwens gel in mijn haar gedaan. Omdat ik het een beetje zat werd dat alles naar voren viel. Maar ik ben er heel erg blij mee dat zij er blij mee is. Want daar ging het uiteindelijk gewoon om. Ik wilde ook gewoon dat zij, dus dat zij had wat ze, of tenminste kreeg wat ze wilde. En dat heeft ze nu dus heel erg blij mee. Oh, goed. Het is tijd om eventjes schoon te gaan maken. Ik ga de spiegel even schoonmaken en dan ga ik mijn kamer moppen. En dan is het ook gebeurd. Er staat al 3 dagen op mijn planning. Is nog steeds niet gebeurd. Dus dat gaan we even doen. Oké, goed. Video is geëdit. Verder is mijn kamer lekker gemopt, schoon. En we krijgen vandaag de nieuwe bank. Onze oude bank staat al buiten. En we gaan onze nieuwe bank straks ophalen. Ik ga verder ook niks filmen daarvan. Dat zien jullie wel als die hier beneden staat. Want het is gewoon gesjouw en gedoe. Dus dat heeft geen zin, want ze hebben mijn handen nodig. En dan kan ik geen camera vasthouden. Dus we gaan zo de bank ophalen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb hem zelf ook nog niet gezien. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit ziet. Goed. Ik had nog wel een dingetje. En dat is dat ik gek word van de achterkant van mijn haar. Ik weet niet of ik dat vandaag al verteld heb. Maar mijn vader gaat dus mijn haar doen. Aan de achterkant. Met een tondeuse gaat hij het gewoon afscheren. Dat het niet zo lang is. Ik hoop dat het goed gaat. Ik weet het niet. Ik hoop het. Zometeen als de papegaaien boven zijn en gaan slapen. Dan ga ik naar beneden. En gaat hij mijn haar doen. Ik hoop het zo. Trouwens, ik ben trouwens weer thuis van het bank halen. Dat is, heb ik helemaal niet verteld. Ik heb de bank dus gehaald. Hij staat beneden. Ik ga hem zo meteen even van jullie laten zien. Hij is super nice geworden. En ik heb hem dus helemaal nog niet gezien natuurlijk. Ik zag hem vandaag pas daarnet. En hij is zo leuk geworden. Trouwens, nog een paar dingen. Ik ben net even bij de Action geweest. En ik heb deze lamp gehaald die je ziet. Tenminste, waar het licht vanaf komt. Deze lamp. Deze zit eigenlijk met zuignappen aan een spiegel te plakken. Maar deze spiegel houdt het niet. En daar heeft het geen zin om te plakken. Dus ik heb hem er gewoon bovenop gezet. Want dat kan natuurlijk ook gewoon. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben er super blij mee, want het is super goed licht. Verder heb ik een balsam gehaald of zoiets. Ik weet nog steeds niet echt precies wat het is. Het is een wonderboom. Deze is voor je lippen en voor je wangen. En hij is dus peach tinted, oftewel, ik ga hem niet opendraaien, maar hij is dus een soort heel licht roze kleurtje. En daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind hem zo fijn. Verder heb ik net mijn skincare afgehaald en heb ik trouwens ook een nieuwe balsam gebruikt. Of een nieuw elixir gebruikt voor mijn gezicht. Ik had deze al, Eliza Jones, die had ik al, maar dan in de roze kleur. Tenminste een roze verpakkingskleur. En die was voor een smoother skin. Maar ik zie nu deze. En dit is een super booster met brightening effect. En er zit ook vitamine C in. En aangezien vitamine C hartstikke goed is voor je huid. Om tenminste producten te gebruiken met vitamine C. Heb ik hem gehaald.
En ik heb hem dus opgedaan. En met die andere booster was mijn gezicht heel plakkerig. Het was een soort gel. Dit is gewoon echt een soort, ja, wat is het? Melkachtige substantie. Maar mijn gezicht is dus super nice. Tenminste, ik vind het er super, 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 super tof uitzien. Dus dit, ik heb gelijk mijn make-up eraf gehaald en dit opgedaan. Verder heb ik dit mokje gehaald. Een heel klein schattig wit mokje. Waar ik super blij mee ben. Ik vind het echt heel erg leuk. Ik wilde heel erg lang al gewoon even witte mok. Die heb ik nu dus. En oh ja, ik heb een zakje honingdropjes gehaald. Is ook wel lekker natuurlijk. Verder nog wat gehaald. Nee, op zich niet. Eigenlijk. Nee. Nou, dat viel eigenlijk hartstikke mee. Ik heb een paar boodschappen gehaald. En we hebben lekker pizza gegeten. Als avondeten pizza besteld. Dus dat is wel lekker op de vrijdagavond. Pizza party Friday night. Als dus koning Jolie zit altijd zeggen. Dus dat was even heerlijk. Ik heb nog 2 punten over. Die heb ik lekker in de folie inverpakt. En die kan ik morgen nog lekker opeten. Maar ja, ik ga trouwens eventjes workout kleding aandoen. Of tenminste een legging en een topje. Want ik ga zo meteen eventjes weer een workout doen. Dus daar heb ik wel weer zin in. Goed, ik heb inmiddels lekker gejustdanced. En workout en alles. Dus ik heb alweer goed bewogen. Ik heb trouwens daarnet mijn oorbellen eruit gehaald. En mijn oor gedesinfecteerd. Want mijn gaatje was weer ontstoken. Voor de weet ik het hoeveelste keer. In ieder geval heb ik een ijskoffie voor de verandering weer eens gezet. Dat van al geleden. En ondertussen, terwijl ik lekker aan het just dansen was. Daarnet. We waren Ashje naartoe staan meekijken. Dat is echt vreselijk. Maar goed. Het zag er niet uit, maar het was wel leuk. In ieder geval lekker een ijskoffie. Om af te koelen. Heerlijk. Ik ben echt blij dat het weer zomer is en ik gewoon weer lekker ijskoffies kan gaan drinken. Oh, lekker bij Starbucks als de coronagekte voorbij is. Is de Starbucks weer open? Want dit was de laatste keer dicht. Ik heb lang geen Starbucks meer op. Dat is echt niks voor mij. Normaal ga ik er gewoon heen voor de lol om koffie te halen en weer terug. Maar nu moet het even vanaf huis. In ieder geval is het nu 10 voor 10. Ik ga lekker chillen in bed. Ik kan nog lekker kletsen met de meiden. En ja, wel lekker op tijd slapen vanavond. Want morgenochtend zie ik naar Tuska. Omdat we morgen in Brielle naar de Stadswerf moeten. Om de bank af te gooien. Ja, gelukkig kunnen we daar. Gelukkig is hij daar open. Want anders hadden we een best wel groot probleem gehad. Want we hadden de bank weer uit de auto moeten takelen. En dan de auto weer terug moeten brengen naar de zaak. En dan volgende week de auto weer ophalen. Dan de bank er weer in. Veel te veel gedoe. Dus gelukkig kan het nu zo. Dus dat is fijn. In ieder geval ga ik zo lekker slapen als ik uitgekletst en gedaan ben. En dan zie ik jullie morgen bij een nieuwe vlog. Doei doeg. Tot morgen.